15 meter lang, 3 meter breed en 40 centimeter hoog is ze. De nieuwe airtrack van Tumbling Club Bree. Een opblaasbare tumblingbaan met alleen maar voordelen. En dit dankzij de steun van de stad. Een voordeel daarvan is dat we al zeker niet moeten sleuren met het zware materiaal en het lange op- en afzetten, want het gaat heel snel. Pluspunt nog is dat de luchtdruk van de matras te regelen is zelf door ons, waardoor dat de kleintjes vooral extra hoogte winnen en daardoor meer aan hun techniek kunnen werken en de tijd hebben voor alle oefeningen in de lucht uit te voeren. Maar dat is niet alles. Naast de nieuwe tumblingbaan kreeg de turnkring ook een nieuwe voorzitter. We hebben dus niet alleen een nieuwe tumblingbaan, we hebben sinds de turngala ook een nieuwe voorzitter. Want na 21 jaar heeft Louis Martens de fakkel doorgegeven aan Jean-Pierre Knoops. Afscheidnemend voorzitter Louis Martens werd voor zijn jarenlange inzet nog eens extra in de bloemetjes gezet.